De regering komt binnenkort met een nota van wijziging voor het wetsontwerp grondenrechten voor inheemse en tribale volken. President Chandrika Prasad Santokhi sprak hierover afgelopen donderdagavond tijdens de presentatie van het boek 75 jaar VHP in politiek Suriname. Hij vindt het belangrijk te weten dat onderzoek gedaan is naar de urbanisatie van tribale volken. Dat er in stammen, en dit moeten we ook vertellen aan de internationale gemeenschap, dat er in stamverband levende groepen, de inheemsen, dat de meeste van die mensen nu in de kuststreek woonachtig zijn. Maar perceptie is een heel andere. En dit is belangrijk. Meten is weten. Presenteren met cijfers. Dat is bijzonder belangrijk voor de behandeling van het wetsontwerp. Santokhi zegt dat de nota van wijziging niet zomaar zal zijn, maar moet voldoen aan de aspiraties van de Surinaamse natie. Welke zal voldoen aan ook datgene wat alle Surinamers willen, maar zeker zal voldoen aan de internationale normen die gelden voor de bescherming van de rechten op gronden van inheemsen en het tribale verband die van de groep. Mijn complimenten aan de heer Harder Ramadeer nogmaals met een applaus. Hij is altijd heel transparant. Alleen weet hij, met één discussie, hij weet het heel goed waarover ik niet eens geweest ben met hem. Ik heb ook bewezen. De president zegt dat het goed is dat de VHP een terugblik heeft gedaan op de afgelopen 75 jaren politiek in Suriname. De partij stoomt zich nu klaar voor de vooruitzichten.